the longer you wait, and breathe, breathe, keep breathing. What's up, man? Hello, guys. What's good? No fab. It's the vlog, no man. Fab. I forgot to vlog. Mensen, mensen, mensen. Kijk eens waar we zijn. De rust. De mindset. Het belangrijkste wat je nodig hebt. Vooral als we zo hard aan het werk zijn, is er niets boven. Het gaan naar een plek waarbij je in de berg kan staan, frisse adem kan nemen en gewoon kan genieten van het uitzicht die er hier is. Dus vandaag gaan we de vlog starten hier dichtbij Freiburg. We zijn hier heel dichtbij de Franse Alpen en we zijn ongeveer op 1300 meter hoogte, 1400 meter hoogte aan het filmen nu. We zijn met Andy, die daar nu even aan het chillen is. Daar gaan we zo even naartoe lopen. En we zijn gewoon even rustig hier aan het mediteren, bij elkaar aan het komen. En ik heb heel veel zin om jullie mee te nemen. Het is onze agency tripje, zo kun je het eigenlijk zien. Onze trip voor de agency. En laten we jullie meenemen, ik heb er heel veel zin in. Ik wil jullie ook net zo goed genieten van de uitzicht, net zoals wij dat doen. So let's get into the vlog. Quick and then... Wow. So we're here with... What's up, guys? The I dudes. Don't speak Dutch, but I wish you an epic time. To increase your vibration, meditate, man. That's Andy. And this is, I don't know who this is, that's just a random Chinese dude we found. Chinese Ray-Ban Chinese dude. Chinese restaurant. Yeah. What do you think of the view? What do you think of the view, man? It's beautiful. Yeah, it's beautiful, man. Very beautiful. Dus we zijn hier even aan het chillen. We gaan, denk ik, mediteren. We're gonna meditate a little bit. And namaste. And see you guys. See you in de volgende. What's up allemaal? We zijn hier weer in de waggie met Andy. What's up, Yo, Andy? What's up, guys? How's it going, man? Can you start talking Dutch? Ik praat een beetje Nederlands. Not really, man. Wishing you all a great time. Yeah. Much success with the agency and everything, online business. Let's go, bro. Kao is hier. Back as well. Dus we zijn hier nu naar een berg aan het gaan waar we gaan wandelen. Gisteren zijn we pak een beet. Ik denk 3-4 uur hebben we gewandeld. We gaan nu weer wandelen in een plek zeg maar, die dichtbij is waar Andy woont. Andy woont dichtbij een plekje bij Freiburg. En daar gaan we nu gewoon even lopen. Gaat leuk worden. We gaan ook een ice bath nemen. Wim Hof ice bath. Ja. Dus dat wordt interessant. Dus dat gaan we ook opnemen. Dus dan kunnen jullie dat ook zien hoe wij doodgaan letterlijk. In ieder geval, het is een leuke trip. We zijn een beetje gewoon aan het uitrusten. Ook aan het genieten. Gewoon 2 dagjes. Ik denk dat we vrijdagavond of vrijdagmiddag rond 2 uur zijn we vertrokken vanuit het oosten van Nederland. En nu zijn we hier aangekomen, is volgens mij vrijdagavond rond 8 uur. En we zijn nu de 2e dag hier. Dus gisteren zaterdag zijn we dus op een berg gegaan, daar gelopen, allemaal leuke dingen gedaan. Veel mensen die aan het skiën waren. We wilden eigenlijk gaan skiën, maar ook heel veel andere dingen doen. Maar dat werd hem uiteindelijk niet, maar dat maakt op zich niet heel veel uit. En vandaag gaan we lopen hier in de bergen. Dus ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat het gaat brengen met de crazy Andy. With the Wim Hof method and everything. It's like so. Wim Hof says, get high on your own supply. Your lungs can produce DMT. You know, you can start tripping and stuff. And you breathe like a crazy motherfucker. Solid, man. Solid, bro. Alright, dus dit belooft iets te worden. Dus ik ben heel erg benieuwd. En als dit de laatste vlog is die we ooit hebben gedaan, dan hou ik van jullie allemaal. Dank jullie wel dat jullie de video aan het kijken zijn. En wij gaan hier gewoon even gassen. Omdat we nu omhoog aan het gaan zijn naar de bergen. En ja, de volgende clip zal waarschijnlijk zijn dat wij de ice bath aan het doen zijn. En allemaal stenen hier. All stones, bro, on the track. It's like, yeah, it's crazy. Dus dat. Let's go. Ice bath. Exciting times. Let's go for it. Let's go. Peace. Nou, we willen laten zien, dit is de weg wat we aan het rijden zijn. Een goed idee van Andy dat ik de telefoon moest gaan filmen. Omdat ik anders vergeet te vloggen. Hashtag best vlogger in de EU, guys. Best vlogger in de EU. We gaan nu... Kijk dit dan. Oh! Zo, we zijn nu hier. We moeten nog 2 minuutjes verrijden en dan zijn we... How high is it up? Like
1,000, like? Yeah, 1,000 meters. 1,000 meters. Yeah. So, yeah, I'm just gonna like. Ik ga dit nu. Ik praat half Engels, praat half Nederlands. Maar we gaan daar hier naar boven en dan gaan we ongeveer 4,5 uur lopen, hiken. Dus we hebben ook allemaal dit soort schoenen aan. Je schoenen aan, waardoor je als het ware gewoon normaal kan lopen. En niet iedereen had dat, want bijvoorbeeld gisteren had onze goede vriend Kal andere schoenen aan. Wat heb je gemaakt? Ik had een verkeerde beslissing gemaakt gisteren. Wat heb je gedaan, bro? Ik had sneakers meegenomen. Ik dacht, hey, ik heb geen kennis van schoenen, of tenminste niet van hiking schoenen. Ik heb letterlijk gewoon sneakers gehaald, die tenminste helemaal geen profiel heeft op de zool. En naar een fucking berg gaan met sneeuw. Het werkt heel goed. Oh my god. Oké, dus dit is ons view. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Oh my god. Ik zal dit zo. Dit is fucking gestoord. Woe. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik zie jullie natuurlijk niet, want ik ben op mijn iPhone aan het filmen. Maar ik ga heel even weer de camera omdraaien en dan zie ik jullie in 2 seconden. Oh, mijn lieve Gute. Dat is zo schön. Ik ben in. Niet in Duitsland. Ik ben in Frans. Maar. Yeah, I'm filming from both ends. Inception. Inception. Wat is mensen, kijk dit. Oh mijn god, man. Het is gewoon een bevroren rivier. River? Is it, no, it's not a river, it's a lake. Lake. I don't know how you call it lake. Meer. Meer. So, dus we moeten ook in ieder geval gaan opzetten. Dus we gaan nu direct lopen, anders zijn we hier nog. Totdat het avond is, dus we gaan nu lopen met Andy. Let's go! Let's go, Andy! Let's go! That's fucking hard. Wat doe je dit dan? Kijk dit dan! Wow. Interesting. Ik weet niet waarom ik dat wou doen, maar. Oh, wat goed. Kijk dit dan! Wat een steen, joh, bijna. Kijk, man. Alright, we hebben besloten om terug te gaan. Want dit is gewoon super glad. Dus iedere keer wanneer je hier loopt, super glad. Voor Andy ook. Yeah, almost trapped crazy, over. It's fucking crazy, we're going back. Yeah. It's crazy, bro. It's not worth it, man. We're going back. Echt gek. Jeez, man. Kijk dit al. Shit. Dit kan echt niet, man. Holy shit. Het is echt. Echt ijs, jongen. Oh, dit is gewoon gevaarlijk, jongen. Het is gewoon letterlijk gevaarlijk. Maar het is wel leuk. Het is allemaal daar. Het is allemaal dier, jezus. Hier, dat is Stefan. Pas op, jongen! Pas op! Dat is Andy, denk ik, ergens daar. Die in water zit. Holy shit. Ridiculous, man. Nou, dat is dus waar we naartoe willen gaan, daar naar de top. En nu zijn we een andere weg aan het vinden, omdat het niet goed ging. Dus, we zijn weer aan het rijden. En ik ben benieuwd waar we nu gaan komen, dus let's see. Ja. Oké, dus ik zat even na te denken van waar kunnen we het over hebben. En ik wilde eigenlijk iets meer hebben over Andy. Want zoals jullie misschien al weten, we hebben natuurlijk een eigen educatiebedrijf. For Success. En voor Success is zeg maar waar we mensen helpen om een eigen agency te starten en te groeien, dus eigen business starten. Maar daarnaast hebben wij For Success Media en daar is Andy, de COO van, Chief Operational Officer en Head of Sales. Dus ik wou een korte introductie doen over Andy, dus we zullen in de loop van deze clips wat meer introductie doen over Andy, terwijl we aan het lopen zijn, want we willen hier niet de hele dag gaan staan. So Andy, who the fuck are you, bro? Where do you live, man? Where are you from? Tell us a little bit more about yourself and I want people also to know like who you are, because it's important, like, you know, I think to also like know that there's like different things within an agency, different people within an agency that have different skills, right? Yeah, yeah. So could you list a brief, like short, like introduction in terms of like what you do within our agency, and like so people like know that as well, right? So they don't think like who the fuck is this crazy like dude in the ads, right? Or in the video. So what's up, guys? My name is Andy. I'm half German, half English. I was born in Belgium, but since I'm like 12 years old, I was living in Germany most of the time. So yeah, I praat a bit in Nederlands, but not so much. So I'm just gonna speak English. I've been doing online business for a while, and now I'm working together with Stefan and Kahau as well. Like, we're doing sales, marketing, working with coaches right now, mainly helping them set up their ads and funnels and VSLs. And
doing some cold email as well to get leads. So that's been interesting to do that, get appointments that way and close some sales. And yeah, I enjoy sales, marketing and being creative and those kind of different tasks and learning and reading books and also crazy, weird spiritual shit as well sometimes. That's why we're good doing an ice bath right now, right? Yeah. We're doing ice bath. Yeah. Now we're just in nature, man. Vitamin D, it's very beautiful. And yeah, I'm excited to do the ice bath as well. And yeah. Perfect. Yeah. Let's go for it. En dit is waar we zijn, guys. Dus hier gaan we ice bath doen. Ik heb nog nooit gedaan, ik ben benieuwd naar. Maar dit is ons uitzicht, dus geweldig. Echt dik. En ik ben echt gewoon benieuwd. Dit gaat fucking koud worden. Let's fucking do it. Yeah, or what you could do is like break a little bit, of the ice, and then just lay down with your body a little bit. I'm not quite sure if that's working. Or... Yeah, but it's getting really thick, so it's impossible to break through. You know? Oh, never mind. It's not like we're pushing out, but it's just like it's fucking impossible, bro. We are unprepared for this journey, guys. Unprepared. Yeah, well, it is what it is. We tried. Yeah, we tried, bro. We tried. At least we got our food. Yeah. Down and go in and surrender, bro. The longer you wait, and breathe, keep breathing. And now lay back, bro. Breathe. Mind over matter, bro. It works, though. Yeah. How are you feeling? Cold. Very good. You're nearly 1 minute. What's up, guys? It's nuts. 1 minute. One more minute to go, bro. Stefan, for the vlog. What is up, mensen? Van harte welkom. Ik voel me weer goed. Icebath gedaan. Kou heeft het opgenomen. Dus yes. De clip die je voorzagen, dat was de icebath. Ik voel me top. Het is niet dat ik me helemaal herboren voel of wat dan ook. Maar ik voel me gewoon stukken beter. Dus we zijn heel van aan het kijken of we hier wel naartoe moeten. Ja. Oké. Dus ijsbad gedaan. Hopelijk was dat voor jullie entertainment ook gewoon leuk. We gaan nu weer terug. En we zijn bijna op golden hour. We zijn aan het wachten op golden hour. Dus het ziet er echt mooi uit, joh. Goh. Super nice uit. En we gaan even wat eten. Straks. Kauw heeft honger. Ja, ik heb honger. Gewoon vreedzak. Ja, thuis hier, bro. Ja, dus Wim Hof, ijsbad gedaan. Nu op naar eten. En dan gaan we gewoon nog wat andere dingen doen. Chillen. En dan nemen we jullie mee in de food die we straks gaan eten. Lekker, man. Yes. I want siro. What? I want lumpia roll. Oh, lekker. Oh, golden hour. Golden hour. Rust. Dat is wat ik noem rust. Belang van rust, nee. Ik zal hier nou even praten over de NoFap Challenge. Maar daar ben ik nu ook mee bezig. Dus misschien denken jullie wel van Stefan is helemaal paranoia geworden. Klopt, deels. Maar ik wil jullie ook laten weten dat er een andere kant is van wat je kan doen. Wat je kan behalen. Waar je naartoe kan gaan. En dat niet alleen maar is business. Want we zijn nu dit weekend bij Andy. En in alle eerlijkheid is het echt gewoon van rust nemen en we hebben eigenlijk gewoon niks gedaan aan werk. We hebben gewoon een beetje boek gelezen, zijn gaan lopen, dus ook hier voor jullie echt een aanrader. Vooral als je in Nederland bent, Zuid-Duitsland, Oost-Frankrijk, Noord-Zwitserland, zeker een aanrader om te gaan. We hebben hier de hele dag gewandeld, ijsbad genomen en ik ga aan jullie vertellen wat ik nog meer heb gedaan aan mijn mindset, genaamd militaire modus. Om in die hogere frequentie te komen. Higher vibrations. Feeling better. En hoe jij dat ook kunt gaan doen. Dus even golden hour enjoyen. En dan gaan we even door, guys. Raise your vibration. Get high on your own supply. Dus. Ja.
Dit is waar we nu zijn. Dus village met hele kleine dorp, zeg maar. Waar Andy woont en waar we nu aan het lopen zijn. Dus ik ben benieuwd. We hebben daar zojuist daar wat eten gekocht. Nou, die is heel en... leuk. Gaat niet in die apotheek. Net zoals de route. Zo. Ja, dus ja. We zijn even hier aan het lopen. We gaan waarschijnlijk hierboven ergens naar een kasteel. Een soort van kleine kasteel hierboven. Dus ik ben heel erg benieuwd. Laten we het zien. En het ziet er wel echt gewoon klein knus uit. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het hierboven eruit zal zien. En als het goed is... gaan we daar naartoe. Dus helemaal daar naar boven. Dus wat jullie kunnen zien. Dus ik ben benieuwd. Ik neem jullie mee. En dan gaan we zien hoe het is vanuit het oude kasteel. Wine? Ja, wine. Oké. Is de wine expert. Hello guys. What you must know about wine is that it's a particularly high vibrational fruit. You see, my friend, wine can actually raise your vibration if you do a grape press. You know? Okay, man. Okay, okay. So, like, which wine do you like? Would you say that raises like higher vibrations, like red or white? Or? I would say grapes, you know, so not without alcohol is better, right? Because alcohol reduces your sales closing rate. Right. It will make you unmotivated so that you don't crush it in your agency, right? So nice, bro. Gotta quit the alcohol, bro. You know? Quit alcohol, man. So, dus we gaan hier nu naar boven. Het is allemaal wijn. En ik zal even kort omdraaien. Ik weet niet of jullie mij kunnen zien nu. Maar... ja, ik heb geen flauw idee of jullie mij nu zien. Maar alsnog, we gaan dus hierboven helemaal naar het, naar het kasteel. En ja, dit is werkelijk waar gewoon 2 minuten lopen voor Andy. 2 minutes walking for you, right? Maar voor ons is het gewoon iets nieuws. Dus we gaan nu echt een heuvel op. Dus na het hiken 2 dagen geleden zijn we nu ook dit aan het doen. Dus ik ga ook even genieten van de omgeving. En dan zie ik jullie als we boven zijn, denk ik. Dus Andy probeert hierop te klimmen. Vraag me niet waarom. Ja? Oké, bro. Oh, oké. Okay, then let's just leave it. Climbing. Assassin's Creed style. What is this, like a hole or something? This looks like... Okay. This is where they like would pour oil. Interesting. Yeah. That's crazy, man. Alright, that's the kasteel. So we're leaving, guys. Thank you, Andy. You're welcome, man. For the books. You're welcome. For the food. Love. For the rush hour singing. Kyle and I are leaving, so yeah. Let's go get it. Yes. Alright, what's up, mensen? We zijn net, net vertrokken vanuit Andy. Dus ik hoop dat jullie mij goed kunnen zien. Maar in ieder geval, ja, ik wou het met jullie eigenlijk hebben over... Ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen over... NoFab en wat het eigenlijk is, maar ook de voordelen daarvan. Want jullie zagen mij natuurlijk de Wim Hof ice bath methode doen. En ik wou het met jullie kort over hebben over de NoFab challenge. Ik ben nu de NoFab challenge aan het doen voor pak en beet. Ik denk 14 dagen, 15 dagen. Als je niet weet wat dat betekent, dat betekent dat je dit niet mag doen voor een bepaalde periode van tijd. Dus wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, is ongeveer 90 dagen ben ik dat aan het uitproberen. Ik wil kijken of ik het voor 90 dagen kan volhouden om dat niet te doen. En om ja, eigenlijk gewoon een hogere soort van bewustzijn te creëren voor mezelf. Te kijken hoe dat zeg maar, zich zal uitpakken. Ik moet zeggen dat ik me na ongeveer al 10 dagen al veel beter voel. En al direct een verschil merkte zeg maar, bij die challenge. Dus ik wil het nu eigenlijk gewoon gaan doorzetten en zien van oké, hoe voel ik me daadwerkelijk. En ik ben toevallig ook aan het autorijden. Dus hoe ik me voel na pak een beet 14, 20, 30 en misschien zelfs meer dagen... van die challenge, want ik heb heel veel goede verhalen gehoord van mensen die die challenge aan het doen zijn en die als het ware gewoon hele goede resultaten zeg maar daarvan krijgen. Dus ik ben gewoon heel benieuwd om te zien van oké, hoe zal dat gaan werken voor mij en hoe zal dit zich gaan uitpakken. Dus de eerste keer toen ik begon dacht ik van nou ja, weet je, van ik voel me wel beter, het is ook gewoon heel moeilijk om te doen. Maar op den duur zeg maar, vooral wat ik nu heel erg merk is dat ik me steeds beter en beter begin te voelen terwijl mensen hier aan het remmen zijn. Wat eigenlijk de bedoeling is, is dat je het eigenlijk voor zo'n lange periode van tijd volhoudt dat jij eigenlijk een soort van gewoonte creëert van dat je het niet meer doet. Dus pak een beetje op ongeveer 60 dagen of 90 dagen. Ik zat net te praten ook met Andy en die zei dat hij het voor ongeveer 91 dagen volhouden. Vooral voor mannen is het natuurlijk een challenge om te doen. Vrouwen kunnen het trouwens ook doen, maar voor mannen is het voornamelijk een challenge. Is het zeg maar die 60 tot 90 dagen het ultieme doel wat je kunt gaan doen. En dan hoorde ik ook van andere mensen dat je bijna jezelf herontdekt
in de vorm van wie je eigenlijk bent, waar je voor staat en hoe wij eigenlijk vanuit de normale natuur horen te functioneren als mannen en als mensen. En dat is ook een stukje van man worden en ook een soort van afkeer hebben tegen de dingen die de maatschappij, maar ook gewoon alle stimulansen om je heen voor je hebben gezet. Ik heb ook een heel interessant boek die ik binnenkort ga lezen. Dat heet Jouw brein op porn. Your brain on porn, zeg maar. Wat het inhoudt is, mensen zeggen en specifieke wetenschappers zeggen wat jouw brein doet wanneer jij dat soort zaken aan het kijken bent. En als je dat soort zaken aan het kijken bent, dan zeggen ze ook in de meeste gevallen dat je bijna net zoveel dopamine hits krijgt, oftewel stimulansen krijgt, net zoals je bijvoorbeeld heroïne zou nemen. Dus je moet je voorstellen, heroïne komt overeen met dat wat je dan zou kijken. Dus vandaar dat ik dan nu gewoon helemaal aan het afweren ben. En ook nog gewoon wat andere zaken, zeg maar, die ik aan het uitproberen ben. Om te kijken van oké, hoe ga ik me dan voelen? Hoe zal het worden? En ik wil jullie gewoon een korte update geven van wat ik aan het doen ben. Misschien ook inspiratie geven dat een van jullie daar ook mee gaat beginnen. Wat ik al zei, voor vrouwen is dat ook een mogelijke iets. Google simpelweg gewoon NoFap Challenge voor mannen of voor vrouwen. En je zult zien wat de resultaten zijn van mensen. Ik ben daar nu gewoon mee bezig en ik zie al super veel verschillen. Dus ik zal jullie ook updaten in de nabije toekomst over hoe dat zal zijn voor de aankomende dagen en voor de aankomende weken. In ieder geval zeker een aanrader. Wij zijn nu aan het terugrijden. We hebben ongeveer 6 uur staan hier dat wij terug moeten gaan rijden. Dus we gaan 3 uur afwisselen. 3 uur ik, 3 uur KO. Dus ja, met de challenge in gedachten sluit ik deze vlog af hierbij. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Ik weet niet hoeveel clips er zullen zijn. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te filmen van de natuur en van andere zaken die we aan het doen zijn. Over wie Andy is, over wat we aan het doen zijn. En natuurlijk met als hoogtepunt de Wim Hof Ice Bath Challenge die gestoord was, wat ik moet zeggen, om daar een korte update nog over te geven. Heel veel mensen zeggen van, hey, het is gewoon heel goed voor jezelf om te doen, voor je lichaam en voor je systeem. Ik merk er persoonlijk niet echt heel veel van. Misschien omdat ik alleen 2 minuten erin zat. Maar ja, 2 minuten vond ik al aardig lang, zeg maar, in zo'n temperatuur om erin te zitten. Dus ik zal dat ook nog vaker blijven doen. En vaker meer van dat soort mindset challenges ook doen. Puur om mezelf gewoon meer te testen, om een betere persoon te worden, betere mens te worden. En om jullie ook te kunnen voorzien van nog meer informatie. Dus voor nu, wat ik al zei, we hebben nog 6 uur te gaan. Wellicht dat er nog wat clips zullen komen hierna, ik weet het niet. Maar voor nu sluit ik hem heel erg af. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, dat jullie hebben gelachen om de crazy shit die ik heb gedaan met de Wim Hof Ice Methode, Ice Bath Methode. En ook met de challenge die ik nu aan het doen ben, dat jullie ook iets van leren, van weg kunnen nemen. En ja, voor nu zou ik zeggen, thanks voor het kijken, ook namens Kaho en namens mij. Wens ik jullie een hele fijne dag en zie ik jullie graag in de volgende vlog. Ciao!